We starten met een blaasquintet van het Conservatorium van Rotterdam. Vervolgens komt de jongste categorie van ongeveer een uur of acht. Zijn weer de aankomende professionals en nog wat gevorderde ensemble. Met deze historische gebeurtenis mag ik wel zeggen van allereerst Tristan Keuris, kamermuziek van Koer. In de loop van de avond nog wel een paar dingen meer vertellen over hoe en waarom en waarom Tristan Keuris. Maar ik denk dat het goed is dat het muzikale wordt nu aan het eerste kruispunt. Thank you.
Le Berceau. Het is officieel voor zang en piano, maar wij gaan het spelen in deze bezetting. Het gaat over mannen die de zee ontmoeten en hun vrouwen achterlaten. Thank you.